De initiatiefnemers van Hop van Altena beleefden op 7 november een spannende avond in de Petrus in Vught. Hier stond namelijk de uitreiking van de Brabantse erfgoedprijs op de agenda. Voorafgegaan door een heerlijk buffet en een vol programma met muziek, een ode aan de deelnemers, diverse sprekers en vooral spanning op de gezichten van de drie finalisten, maakte gedeputeerde Marianne van der Sloot omstreeks 9 uur de uitslag bekend. Brabantse Erfgoedprijs 2019, een tweejaarlijks festijn dat we vieren met de hele erfgoedgemeenschap in Brabant. Een prijs voor innovatief, creatief omgaan met erfgoed. Het gaat vaak om gemeenschappen ook, hè? Groepen mensen die iets met erfgoed doen, vaak vrijwilligers. En waarvan niemand zegt van, ja, dit moet jij doen. Een overheid zegt niet van, dit moet je beschermen. Het is vaak het eigen initiatief, zoals in het land van Heus en Altena met prachtige hopteelt. De initiatiefnemers van Hop van Altena zijn vol vertrouwen. Ja, wat ons betreft spreek je met de winnaar natuurlijk, dat snap je wel, hè. Wat is jouw verwachting, Jos? Ja, de andere twee genomineerden zijn ook hele mooie projecten. Dat geven we gewoon toe. Alle aanwezigen genoten van het programma. We willen graag met onze 21 dorpen willen we allemaal een biertje brouwen. De roos wat je zaait, geef het maar weer door aan de volgende boer met een nieuwe highscore. Je oogst wat je zaait. Het opvoeren van de spanning door de zogenaamde ludieke acts en stukjes vermaak, het op het podium zetten van alle kanshebbers, dat is pure marteling. Sterker nog, ik denk dat je als genomineerde met alle liefde zelf 10.000 euro neerlegt om hier maar van af te zijn. Hop van Altena. Hop van Altena ziet de jury als iets wat een oude traditie, namelijk de traditie van de hopteelt, waar het land van Altena zo bekend om was, weer tot leven wekt. En ik ga jullie niet langer in spanning houden. De winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2019 is het Home Computer Museum uit Helmond. Helaas, dus geen winst voor Hop van Altena. Maar het zijn toch allemaal 56, het zijn allemaal toppers natuurlijk. Het is natuurlijk een dooddoener, maar het zijn allemaal mooie projecten die aangemeld zijn. Hop van Altena staat in ieder geval sinds deze avond provinciaal op de kaart. Eerste biertje is voor jou. Ach, geweldig, dankjewel. Nou, dan ik heb hem, de echte Hop van Altena. Ja.